Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto, 28 februari 2019. Begint het bij jou ook al zo te borrelen en te broeien? Hè? Ik heb het natuurlijk over het carnaval dat voor de deur staat. Ik ben al helemaal aan het popelen. En ik weet dat er ook natuurlijk mensen boven de rivieren kijken die in een heel andere cultuur leven de komende dagen. Maar kom maar eens naar beneden toe. Wie weet, hè? Loop je mij nog tegen het lijf? In een toestand die je niet kunt voorstellen. Of misschien juist wel heel goed kunt voorstellen. Nee, ik ben altijd goed mezelf, toch mensen? Dat is echt waar. Voordat jullie allemaal verkeerde dingen gaan denken over mij. Laten we eens even naar Bitcoin kijken. Dit is de weekly. En ja, het is al wat dagen geleden dat deze ontzettend lelijke kaas afsloot van Bitcoin. En we braken uit die symmetrische driehoek. Keihard afgewezen. Maar wat gebeurt er? We zitten er inmiddels weer boven. He, hoog boven de, of hoog, flink stuk boven de 200 weekly. En richting die 21 EMA, he, Extended Moving Average. Waarbij de prijsactie van de laatste weken meer meetelt dan van oudere weken. He, zo moet je zo'n Extended Moving Average voorstellen. En dat is deze lijn. En waarom noem ik die? Omdat als we daar boven gaan geraken en hij komt zo naar ons toe. En we komen daarboven, dan geeft dat een signaal dat we richting een bullmarkt aan het bewegen zijn. Hey, je moet een beetje vergelijken met een golden cross op de weekly, rondom die moving averages. Dus houd die vooral in de gaten, wil ik zeggen. Zullen we dan wat meer inzoomen richting de 4 uren kaart zit ik nu. Nou, dan hebben we hier natuurlijk die ontzettende val gehad, hè, die... Iedereen tijdelijk eventjes depressief maakte, want goh, we gingen mooi richting deze zware weerstand. Hè, daarboven, nou, je kent het verhaal wel, want daarmee zou die Adam en Eve gebroken zijn, uitgebroken zijn en leefden we in een veel positievere werkelijkheid. Hè. Dit is die Adam en dit was dan die Eve. En daarboven, ja, Adam en Eve is een reversal pattern, Engels en Nederlands door elkaar doet je het weer. Goed, maar ja, het is niet gebeurd. We zijn gevallen en we bewogen een stukje naar boven. En wanneer was dit? Gisteren vielen we weer heel diep naar beneden toe. Maar, hè, we vielen met behoorlijk hoog volume. Nou, je kunt beter met hoog volume vallen dan met laag volume. Dat is een stuk bearisher. Maar wat gebeurde er ook? We werden hier op die, kan ik hem niet wat beter zetten, op deze... Guldens snede werden we opgevangen. Ja, we braken er eigenlijk iets doorheen. Ik zit hier op de Coinbase kaart. En de prijs werd onmiddellijk weer opgekocht. Tot we weer terug zaten waar we voorheen zaten. Dus eigenlijk is het even een test geweest van deze zone van support. En geeft het ons weer lucht nu. Vertrouwen mogelijk ook. Om weer nog een keer deze zone wellicht te kunnen gaan testen. En of het zover gaat komen, we nemen natuurlijk de markt per dag. Hè? Maar dat is hoe het er wat mij betreft uitziet. Ethereum, die had natuurlijk ook die Adam en Eve hier in zich. En ook wij, hè, dat zit deze rode zone, we braken er even boven. Toen kwam die harde val samen met Bitcoin. En ook hier is die guldensnede getest. En ja, wat dat betreft lopen ze weer heel keurig in de pas, zou je kunnen zeggen. Dus hou dat de komende tijd in de gaten. Een aantal alts die ondertussen zijn uitgebroken. RVM bijvoorbeeld brak uit zijn falling wedge patroon. En ICX is volgens mij gaandeweg een beetje meer aan het lopen geraakt. Maar goed, ik ga de alts nu niet allemaal behandelen. Want dat is veel te veel. Ja, dit was een beetje misschien jouw gezicht. Hè? Een paar dagen terug had ik eigenlijk als opening willen gebruiken. Maar toen kwam ik in één keer op. Hallo vriendjes. Ja, dat vond ik ook wel leuk. Ethereum. Nou, Ethereum, het is gebeurd, hè? Die harde vork die is gekomen, hard fork van Constantinopel. En ja, je merkt, er is natuurlijk niet zo heel veel veranderd. Hè? Het is niet dat Ethereum in twee chains is opgespleten. Maar achter, onder de motorkap van Ethereum is nu wel het een en ander veranderd. Hè? In eerste instantie zou deze vork in januari plaatsvinden. Die is destijds uitgesteld vanwege het risico dat er een hack zou kunnen gebeuren met de nieuwe architectuur. Een beetje vergelijkbaar met de DAO-hack destijds. Ik ga er verder nu niet op in. Maar er zijn een aantal voordelen nu
voor Ethereum ten opzichte van zeg maar de oude variant. En dan hebben we te maken met lagere gas fees, hè, wat je betaalt om transacties op het Ethereum netwerk te kunnen doen. Nou, dat is dus lager geworden. Ethereum is beter schaalbaar geworden off-chain. Smart contracts die lopen nu soepeler. Vraag me niet hoe, maar dat heb ik erover gelezen. Mining rewards gaan van 3 naar 2 Ethereum. Dus ja, daar zullen de miners niet heel blij mee zijn. Van de andere kant was Ethereum ook een tikkende timebom. En beter gezegd, er was een difficulty timebom die in Ethereum in de code is ingebouwd om gaandeweg de miners, om te voorkomen dat de miners een eigen chain zouden gaan beginnen op het moment dat Ethereum gaat bewegen van proof of work naar proof of stake. En ik heb daar een poosje terug, heb ik er al verder met jullie op ingezoomd, dus ik ga daar niet te veel in detail op in, maar die difficulty bom, als dan verder het Ethereum netwerk niet verder in bereidheid wordt gebracht naar die proof of stake variant, en dat had gewoon aanzienlijke vertraging opgelopen. En die difficulty bom die was ondertussen wel in werking, dat is hij al sinds 2018, dan zou het kunnen gebeuren, en dat is ook aan het gebeuren, dat de hash rate van Ethereum, het is wel een heel slecht plaatje, kan ik het duidelijker krijgen, hè, deze aaneengesloten lijn is de hash rate, die loopt steeds verder terug, terwijl de difficulty omhoog loopt. En dat is een gevaar, want hoe meer hash rate je hebt, hoe veiliger de Ethereum blockchain ook is. En die hash rate die wordt in stand gehouden door de miners. Hier wil ik helemaal niet zijn. Oh, dit gaat helemaal mis. Ik verpruts het weer. Waarom kom ik hier niet uit? Waar ik net was. Lekker fantastisch, zegt dit weer. Ja, haha. Ik wilde dadelijk nog, ik had nog iets meer. Allerlei gegevens met betrekking tot Ethereum. Dit wil ik nog laten zien. Dit zijn de ICO's die op Ethereum draaien. Zeg maar de ERC20 tokens. En wat me daarin opviel, kijk, dit zijn de volumes die de top ICO's draaien. En dan hebben we het hier vooral over gokken en beurzen. Dat is wat op dit moment domineert op de Ethereum blockchain. Dus nog niks van grote ondernemingen en dergelijke. En je weet natuurlijk ook, hè, de ICO-rage die is voorbij. En sowieso die publieke, het publieke aanbod van bedrijven op Ethereum neemt steeds verder af. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de steeds duidelijker wordende en ook strikter wordende regulering met betrekking tot hoe jij je onderneming mag gaan wegzetten in de markt. En natuurlijk zijn die allemaal zich aan het beraadslagen om dat meer op security tokens te gaan doen. Al kan dat natuurlijk prima samen gaan dadelijk met je bedrijf op de Ethereum blockchain neerleggen. Je hebt natuurlijk ook security tokens die weer op de Ethereum blockchain zich bevinden. Dit laat nog zien hoe de vorige fork, dat was de Byzantium hardfork van Ethereum, hoe die heeft plaatsgevonden. Hier heeft die plaatsgevonden en daarna duurde het nog 30 dagen voordat de prijs echt naar boven toe uitbreekt. En Bloomberg zou zeggen dat is een uitgesteld effect. En of het zo is, ja, Bloomberg zou het niet altijd geloven, hè, mensen. Of dit nu nog echt met die hardfork te maken had of met marktomstandigheden, maar daar ben ik verder niet op ingezoomd. Maar het hoeft natuurlijk niet een nauwe correlatie te hebben. Van de andere kant, als de architectuur natuurlijk sterker wordt van een crypto, dan heeft dat uiteraard gaandeweg zijn positieve invloed op de prijs. Dat kan niet anders. Ik denk eventjes genoeg over Ethereum. Als je kijkt naar wat gaat nu de Ethereum prijzen komende tijd doen, ja, dan hangt natuurlijk heel erg samen met wat Bitcoin gaat doen. Ook zit helemaal niet op Ethereum, zie je. En het is nog altijd mogelijk natuurlijk dat we hier bovenuit gaan breken. En dat geeft ruimte, zeker richting hier waar de prijs eventjes gestald heeft rondom die 170. Maar mogelijk ook nog zelfs richting die 200. En verder boven zie ik ons op de korte termijn eigenlijk niet komen. Maar ik kan er natuurlijk ook ongelijk hebben. En je moet nooit alles wat ik zeg voor zoete koek aannemen. Het is meer om de discussie op gang te houden en jou aan het denken te zetten. En tot verder onderzoek te doen bewegen, dat weten jullie. En er komt nog een keer een rieltje, niks hier is financieel advies, dat hoor je overal. Maar dat is hier ook niet anders. Ha, als je het van mij moet hebben wat dat betreft.
Sowieso, ik was laatst op die beurs van, of beurs zeg ik het weer, die community meetup van OWN. En ik sprak er ook met wat mensen. Er zijn natuurlijk een aantal ICO's geweest waar ik heel enthousiast ook berichtgeving over heb gedaan. En die ICO's die zijn nu nog een fractie van wat ze waard waren. En ja, mijn enthousiasme heeft jou ook misschien doen bewegen tot het investeren in het een en ander. En die investeringen zijn diep onder water nu. En dat spijt me, want daar heb ik natuurlijk ook een invloed in gehad. Van de andere kant ben je natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor waar jij wel of niet in belegt. Hè? En we leven in beermarktomstandigheden. En als ik het allemaal van tevoren had voorzien, had ik het natuurlijk ook niet zo weergegeven in mijn video's. Had ik daar wat scherpere kanttekeningen bij geplaatst. Maar ja, ik ben met jullie vanaf video 1 een lerend traject aangegaan. En ik ben nooit die alwetende expert geweest. Ik hoop dat ik dat tussendoor hier en daar ook steeds duidelijk heb kunnen maken. En dadelijk komen we nog bij een aantal van die projecten die je misschien al lang hebt opgegeven, waar ik destijds enthousiast over was, maar die ik nog altijd niet heb opgegeven. En dat komt dadelijk nog ter sprake. Eerst even dit stukje. Dit is de Bitcoin hash rate. En wat, dat zeg ik verkeerd, de transacties die op Bitcoin, de gevalideerde transacties op het Bitcoin netwerk. Ik geef het je hier hangen. En die liepen natuurlijk op sinds de lancering van Bitcoin. En die kregen hier hun piek. Laten we daar de data bij pakken. Op 6 januari 2018. En hier is ook zo'n piek geweest. En is daarna natuurlijk flink teruggelopen met de beermarkt tot hier een dieptepunt ergens in juni, juli. Maar je ziet dat die transacties weer gestaag oplopen. En interessant daarbij te vermelden is dat hier op de piek Bitcoin netwerk in die zin vastliep dat transacties enorme bedragen vergden. Tot wel $50 om Bitcoin van A naar B te transporteren. En dat is nu helemaal niet meer het geval. Dat heeft natuurlijk alles ook te maken met de Segwit implementatie die we eerder in 2018 gehad hebben. Maar het geeft ook aan, we leven nog in die bearmarkt. Maar ondertussen het gebruik van Bitcoin, dat is weer volop groeiende. En ja, jullie weten natuurlijk ook allemaal, institutionele interesse in die infrastructuur, die is volop in ontwikkeling en dat broeit en dat bruist. We gaan even weer een stapje ver. Waarom staat het nou zo erop? Dan moet ik het maar even wat kleiner maken. Fetch AI, je hebt er vast wel van gehoord, hè, is via het launchpad van Binance in omloop gebracht hebben. Op Binance is nu feitelijk een platform ook geworden om ICO's op te lanceren. En daarvoor heb je BNB token nodig. En dat geeft je een extra functionaliteit aan BNB zelf. Fetch AI is na BTT de volgende gelukkige geweest. Die gelukkige, je mag er je kanttekening bij zetten, die dat via Binance heeft gedaan. En dat launchplatform is in die zin wel een groot succes. Binnen 10 seconden was de ICO al uitverkocht. Nou, en noem mij nou nog eens wat meer ICO's die in een dergelijk tijdsbestek in deze markt uitverkocht raken. Ik denk geen één. Het geeft ook aan dat het niet echt eerlijk is. Ja, of je moet dat eerlijk noemen, dat je bij die snelste 10 seconden hoort. Hè, de survival of the fittest of the fastest, zou je kunnen zeggen. Het is er wel eentje waar ik in geïnteresseerd ben. En volgens mij komt die al heel binnenkort al ook verhandelbaar op Binance zelf, Fetch AI. Het is er namelijk eentje die artificial intelligence combineert met blockchain. Aan zich twee heel verschillende technologieën, maar die zich wel ervoor lenen om met elkaar te combineren richting die technologische wereld waarin wij ons steeds meer naartoe bewegen. En waarin de Internet of Things, alle apparaten die met elkaar communiceren, zelfstandige neuronetwerken. Je hebt er vast wel over gelezen, hè? Dat kunnen anderen beter uiteenzetten dan ik dat kan. Maar ja, dit is in ieder geval wel eentje die wat na bijvoorbeeld Matrix komt, het Matrix netwerk. Maar desalniettemin een sterk team met zich draagt en al behoorlijk in ontwikkeling is. Ik zet even mijn kacheltje wat lager, want het wordt hartstikke warm namelijk. Ik heb wel zo'n verwarming hier op mijn kamer, maar die
Je springt niet aan als de rest van het huis koud is. En de rest van ons huis is nu koud, want er is helemaal niemand daar. En ik zit gewoon in mijn hok opgesloten. Mijn vrouw die sluit me hier op als ik moet gaan werken. En dan mag ik er om 5 uur vanavond mag ik er weer uit. Dat is wel lastig trouwens hoor, als je moet poepen of plassen. Maar ja, jullie weten, meester Crypto die is creatief hoor. Ja, wil je de details nog? Ander keertje, ander keertje. Wilde ik hier nog iets over zeggen? Nou, wat ik erover gezegd heb, ik ben er verder nog niet heel erg diep op ingedoken. Maar die combinatie artificial intelligence en blockchain, houd die in de gaten. Hè, dat komt denk ik omdat ik de resolutie heb aangepast, dat dit zo raar komt te staan. Houd die combinatie in de gaten, want dat is wat de wereld gaat laten draaien de komende jaren steeds meer. Nou, Matrix AI, daar heb ik natuurlijk al eerder een video aan gewijd. De vraag is in welke mate ik dit nog allemaal uiteen moet gaan zetten. Maar even in vogelvlucht. Dit is namelijk die concurrent van Fetch AI. En ik wil nog even bij je warm houden dat er dat eentje is die ik in mijn portfolio zou houden. Ja, dat staat hier. Het maakt makkelijker voor smart contracts om ze te programmeren, omdat het natuurlijke talen gebruikt. Natural languages, wat dat precies inhoudt, dat weet ik niet. En deze claim vind ik al helemaal. Het wordt 350 keer zo toegankelijk ten opzichte van het programmeren in Solidity op Ethereum. En waar die 350 vandaag getoverd wordt, dat mogen Joost weten. Artificial intelligence maakt het veiliger, omdat het gaat helpen om de uitvoer van smart contracts te beveiligen dat het allemaal valide is. Dan wordt hier een output van 1 miljoen transacties per seconde beloofd op termijn. Ja, daar heeft Vitalik Buterin destijds iets op gezegd, hè? Als 21 nodes die 50.000 transacties per seconde runnen, en wat nu dan al bereikt is, hoe gaat het straks met 21.000 bijvoorbeeld? Hè? Dan kan dat wel eens heel veel lager zijn, heel anders liggen. Dus daar moet je kanttekeningen bij zetten. Maar dat het een snel netwerk is, mogen duidelijk zijn. Gaat de AI combineren met hen? Nou, dat heb ik feitelijk al verteld. En het gaat de proof of work mining power die gegenereerd wordt om het netwerk veilig te houden, ook tegelijkertijd inzetten om problemen, technologische problemen, of wiskundige problemen, problemen waar veel berekeningen voor nodig zijn om ze tot een goed einde te brengen. Denk maar aan het zoeken van leven in het heelal ergens, of het uitrekenen van het DNA-structuren, bla 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 bla. Hè? Je hoort dat het, ja, ik schud het uit mijn mouw, maar met moeite. Maar om dergelijke problemen op te lossen is heel veel rekenkracht voor nodig. En die rekenkracht die kan tegelijkertijd gebruikt worden met dat proof of work uitrekenen van puzzels om het netwerk te valideren. Nou, dat is op zich een hele mooie combinatie, denk ik. En jullie weten, Matrix AI zit in, plaatje weggevallen, leuk, in de One Belt, One Road infrastructuur van China. Wat gebeurt er als ik op dit kruisje druk? Dan komt het plaatje terug, kijk hè. Nou, dit hele infrastructurele traject. Nou, in ieder geval, kijk er anders maar die Matrix AI video op na. Ik denk dat in ieder geval dergelijke munten, zeker ook met dit team, zeker ook dat Matrix Network de enige crypto is die door China wordt ondersteund. En dat is wel belangrijk als je een Chinees project bent. Al weet ik het trouwens niet, we zitten het nou van NIO. Ik dacht dat NIO ook ondersteund werd, maar goed, zwaar. Kijk er anders mijn eerdere video erover maar op na. Goed, Jamie Dimon, ja, JPM Coin, kan op een dag ook door consumenten gebruikt worden in ons alledaagse betaalverkeer. Tenminste, it could one day be consumer. Maar in eerste instantie is het wel bedoeld voor business to business, hè, binnen de banken die binnen JPM en JP Morgan zijn aangesloten om munten van de ene plek naar de andere plek te transfereren. Maar ja, deze gedachte, daar krijg ik de gruwel van. Want ja, dan heb je niks bereikt eigenlijk met de grondgedachte van blockchain. Hè, dat wij buiten die banken om kunnen. Dat geld, valuta, losgekoppeld wordt van natiestaten.
en van en zeker ook van het oude bancaire, intermediaire wezen, de tussenpersoon. Hier hebben we niks aan, JPM Coin. I see that shitcoins. Nou, nu komen we even op dat stukje. Hè, wat ik al zei, verschillende munten die ik eerder heb gepromoot, die zijn helemaal in het putje gegaan. 98% lager wellicht, hè, in de ergste gevallen. Overigens hebben veel munten ook van tevoren nog aanzienlijk hoger gestaan. Hè. Dat wil ik er ook nog wel even bij zeggen. En als jouw munt drie keer vier is gegaan en je haalt niet je eerste inlegger uit, ja, hey, is het dan mijn schuld of ook een beetje jouw, hè? Ja, toch? Neem me dat weer mee de volgende keer als die munten weer zo gaan stijgen. Want ik doe dat ook iedere keer. Als ik een nieuwe munt erop instap, ik zorg dat als je keer 2 is gegaan, dan heb ik al de helft van mijn inleg eruit. En als je keer 3 is gegaan, haal ik er nog meer uit. Hè? Doe dat, bescherm op die manier je portfolio. Neem dat mee uit deze beermarkt ellende, maar ook de beermarkt lessen. Dit moeten we weer even verkleinen. Want hier heb je dus zo'n munt. En dat heb ik wel vrij laat in de beermarkt. Daar heb ik het over voor gehad. Voor, laat ik hem eens even intoetsen. Is dus die decentrale marktplaats. Waarmee je met crypto, ja, net als wij marktplaats.nl kennen. Kun je dan met crypto producten op verkopen. En nou, dit lijkt een dode shitcoin te zijn, zoals in het voorgaande stukje. Waar ben ik nu? Ik heb hier zoveel dingen staan. Het lijkt een dode munt te zijn. Een market cap van 2,2 miljoen dollar. En als je dan kijkt naar wat voor ondertussen aan het doen is, dan staan zij niet bepaald stil. Zij gaan een nieuwe beta-versie krijgen van hun marktplaats. En daarin is de zoekfunctionaliteit verbeterd. Verschillende geverifieerde moderators will be. ja, ik loop een beetje vast. De veiligheid die zal gaan verbeterd worden voor de kopers en de verkopers. En crypto trading zal kunnen plaatsvinden op het platform. Segwit hebben zij geïmplementeerd. Atomic swaps en Lightning netwerkmogelijkheden komen daardoor beschikbaar. Dus je kunt met Lightning zou je kunnen betalen op voor. Synapse gaat de schaalbaarheid aan voorgeven die ook het Lightning netwerk zelf heeft. Dan heb ik laatst wel een artikel gelezen over dat Lightning netwerk, waarbij er kanttekeningen worden gezet. En in welke mate dat dan klopt. Voor mij moeilijk te duiden, aangezien ik niet die technische kennis heb. Maar als je op een Lightning-netwerk een transactie van Jaapie naar Pietje doet, dan kost dat, ik meen, 256 kilobyte of zo. Maar als je dat dan nog naar een aantal mensen moet doorsturen, die transactie, dan gaat natuurlijk ook daar meer geheugen mee te paren. En de strekking van dat artikel was, als we straks tientallen miljoenen mensen hebben die van het Lightning-netwerk gebruik gaan maken, dan zal dat doorzenden van jouw transactie ook naar steeds meer mensen moeten gaan gebeuren. En daar heb ik dus mijn twijfels bij, maar dat stond in het artikel. En gaat de data die verstuurd moet worden rondom zijn transactie veel te groot worden. Conclusie van het artikel was: Lightning-netwerk is heel slecht schaalbaar op termijn. Terwijl ik juist denk, als second layer solution is Lightning-netwerk de oplossing voor de schaalbaarheid van Bitcoin? Ik heb niet het antwoord. Ik heb alleen de vraagtekens erbij. Maar ja, ik wil dat toch even zeggen in deze context. Voor heeft. Ja, moet ik, het wordt allemaal een beetje lang, denk ik. Hè? Sharding, Casper. Hè, dus wat op Ethereum gaat plaatsvinden. Daar gaat Voor ook gebruik van maken. En Sharding maakt bijvoorbeeld mogelijk dat het stukje schaalbaarheid ook gaat verbeteren en de masternodes die je op Voor gaat krijgen, dat die niet meer heel de Voor blockchain bij zich hoeven te dragen. Ja, want je moet je voorstellen, als jij dadelijk een full node bent voor Bitcoin of voor Ethereum, zoals het nu nog is, of voor Voor, en je bent 10, 20 jaar verder, hoe groot die bestanden dan wel niet zijn voor die almaar groeiende blockchain. Hè? Dat is straks allemaal niet meer no nodig met Synapse, en dat is dus zo'n upgrade die Voor met zich draagt. En als we het dan over die masternodes hebben, dan kun je een masternode kopen voor 10.000 voor nu.
En kijkend naar de prijs van voor, dan kost dat zo'n $1350. En dan is natuurlijk de vraag, hè, geloof jij in voor of geloof je nog in voor? Of heb je er misschien nooit in geloofd? Dit is typisch ook zo'n project, hoog risico en hoge beloning. En misschien verdwijnt het voor altijd in shitcoinland, dat klopt. Maar misschien is het ook straks de nieuwe eBay. En hè, geef het nog eens 5 jaar, waar zijn we dan? Het kan soms sneller omslaan. Hè? Alles wat we nodig hebben is meer adoptie voor crypto. Om ook een project als voor daadwerkelijk door gebruikers te zien worden geadopteerd. Sophia TX is zo'n ander project. Wat ik tik hem hier ook eventjes in. SPA TX. Nou, daar heb ik ook veel van gekocht destijds en ook veel in verloren de afgelopen maanden. En het lijkt ook zo'n flatliner. En je zou niet willen dat dit je hartslag is natuurlijk. Sophia TX is gegaan van een market cap van 235 miljoen naar de 9,7 miljoen nu. Nou, tel uit je winst, hè? In negatieve zin natuurlijk, hè? Naar beneden toe. Dan heet het geen winst, dat weet ik ook wel hoor. Je hoeft me niet altijd te verbeteren. Weinig volume, maar wel ontwikkelingen. En zijn eerste real-world zakenapplicatie is nu op Sophia TX gelanceerd. Ook zo'n project wat in beweging staat. En ik wil het nog wel eens zien bij een volgende bullmarkt wat zoiets gaat doen. Hetzelfde verhaal als bijvoorbeeld high risk, high reward. Icon vind ik niet in dat rijtje thuis horen. Maar Icon wil ik even onder de aandacht brengen. Moet je eens kijken hè, wat destijds in 2017 aan Icon gekoppeld was. En ik weet het is heel slecht leesbaar voor mij ook hier hoor. En wat, hoe nu dat netwerk is van aangesloten partners rondom Icon. Dat is enorm gegroeid. En dat is de prijs van Icon natuurlijk niet. Hè. Die is de andere kant in gegaan samen met heel Cryptoland. Wat gebeurt er nu? Ontwikkelingen die binnen Icon hebben plaatsgevonden. Ik zet het hier even als linkje eronder. Vitor, VeChain, Tor hebben een volgens mij grote slag geslagen. Dit is ook iets wat ik niet zo heel goed kan duiden, omdat ik daar technisch niet onderlegd in ben. Hè, wat dat ABS services, in ieder geval als ik het vertaal. VeChain, het leidende wereld, ja, dit is ook een beetje VeChain praatje natuurlijk hè. Public blockchain platform heeft aangekondigd dat ze gaan lanceren een one-click solution voor AWS Cloud. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat bedrijven met nu super eenvoudig dankzij AWS een blockchain op VeChain kunnen bouwen. Zo heb ik het geïnterpreteerd. En wat ik her en der erom heb gezien, hoe mensen erop reageren, die er ongetwijfeld veel meer verstand van hebben dan ik. Zijn die allemaal light enthousiast en moet het heel veel gaan doen voor de adoptie van VeChain. Dus, waarschijnlijk weet jij er al meer van dan ik. Maar dit wil ik toch even onder de aandacht brengen. Nou, dit is toch wel nieuws. Hier ga ik van kwispelen, mensen. Ja, ik ben een van de weinige mensen met de staart. Wisten jullie niet, hè? Nee. De gekraakte, nou, je weet wel, de hackte Cryptopia Exchange. Die heeft hier aangekondigd 9,4% in het ergste geval van wat wij aan assets hadden op ons platform is gestolen geweest bij die hack. En het vervolg erop is nog mooier. We zijn van plan om de Cryptopia site te heropenen aanstaande maandag. Nou, ik zou ook zo'n rokje aantrekken en gaan dansen, want daar word ik ook al blij van natuurlijk. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen met dat platform. Hè? En wat voor een leegloop daar gaat plaatsvinden in al die wallets. Al kun je natuurlijk ook al je heel je portfolio naar Cryptopia toesturen. Want ja, ze zullen nu toch allemaal wel goed voor elkaar hebben, denk je niet? Nou, dan gaan we weer verder. Apple's medeoprichter Steve Wozniak die zei Bitcoin zou de wereldmunt moeten zijn. En laatst hadden we al die Twitter-CEO, hoe heet hij ook alweer, Jack Dorsey. En nu is Wozniak ook gevraagd van, nou, hoe denk je nu over Bitcoin? En daar zei hij het volgende over. You said in the past that you believe that Bitcoin is going to be the world's single currency, or you hope that it is going to be the world's single currency. We've seen massive value destruction in Bitcoin. Are you still a believer in that? Is that still a workable model for you?
I'm not sure I can buy that we've seen massive value destruction. I think we've seen massive value creation. There was, I think, a period of time, psychology will often drive like stock market dips in that. Oh my gosh, gotta get out now, gotta get out now. Yeah, the psychology factor is kind of a fear thing. And there was this idea that, my gosh, Bitcoin might go up to $40,000 and it went to $20,000. I had a lot of Bitcoin, I had some Bitcoin, but I did never as an investor. I only had Bitcoin to experiment with and find out how to buy and sell things around the world, how to travel, how to find restaurants that would... Het komt erop neer, hij heeft het nog langer niet opgegeven. En hij zegt de onderliggende infrastructuur, en er is heel veel waarde toegevoegd aan het Bitcoin-netwerk. En verkijk je niet op die prijs. Maar dat doen wij volgens mij niet met z'n allen. En wij zijn echte hodlers van de Bitcoin-gedachte. Hè, en van de crypto-gedachte. En het is een kwestie van de lange adem. En we horen nog altijd bij die 1,5% van de mensen die al crypto heeft. Hè. Hou dat goed in gedachten. Dan, wat rest ons dan nog? Jawel, we hadden nog t-shirts. En dan moet ik even spieken. Zwart M, dat is deze. Ja. Dit t-shirt zou ik gaan verloten. En daar hebben sommigen die zeiden van, maakt me niet uit, een wit of een zwart of zo. Nou, ik heb jou dan in een categorie gezet, in wit of in zwart. En in dit geval heb je de categorie zwart. Maatje M. Twee mensen hebben daar enthousiast op gereageerd. Gerrit Eppinga en Jurjan. En we gaan even zien wie hem gaat winnen. Spannend, spannend. Gerrit Eppinga, je hebt het te pakken, jongen. Of grote meneer, weet ik veel. Hè? Maar hij is voor jou. Dus, en dat geldt ook voor alle mensen die hierna komen. Het beste kun je denk ik naar de Discord gaan. Link staat onder iedere video. En even mij een persoonlijk berichtje sturen met waar jij het naartoe gestuurd wilt hebben. Dan komt het t-shirt jouw kant in. We hebben natuurlijk nog meer, hè. Dus wie mee heeft gedaan, blijf vooral hangen. We hebben ook nog Ocean Lab en Marcel Elzinga. Jullie doen mee voor het t-shirt wit M. Wit M, dat is er zo eentje. Ja, dat is wel leuk, hè? Als er niet zo heel veel mensen reageren. Ik heb ook niet gezegd wanneer de loterij stopte, maar ja, die macht heb ik natuurlijk. Hè? Die stopt bij mijn volgende video, heb ik niet besloten. Jullie twee, en we gaan nu eens even kijken wie hem gaat winnen. Nou, Marcel Elzinga, hij is van jou. Zet even een streepje onder jouw naam, dat ik het niet vergeet. Hetzelfde verhaal voor jou, hè, als je t-shirt wilt hebben nog. Hetzelfde hebben we dan een grotere maat, maat XL. Ja, de vorige keer gooide ik dat pijltje zo naar achteren. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, toen ik t-shirtjes verloten. Maar sinds ik mijn vrouw heb geraakt met dat oefenen van het achterovergooien, mag ik dat niet meer binnen zijn. We hebben wit XL en die Mali de French Bulldog wilde er eentje. En ook Ghislaine Plezier. Zo. Nou, ook weer twee. Dus 50-50. Komt die aan. Wie gaat hem winnen? Rappapapam. Nou, Mali de French Bulldog, hij is van jou. En niet te vergeten het afgelikte kop en schoteltje van Oon. We gaan weer even de naam invoeren. Die hebben aangegeven dat ze er eentje wilden hebben. Michel Gasseling. Lucky Luke. Lucky Luke. Nou, Lucky Luke, ik heb al je boeken vroeger gelezen hoor. Ja, dat doe je goed allemaal hoor, op dat paard. Even kijken. Michel deed ook mee. Even kijken. Ja, trouwens, voordat ik het daar vergeet, er was ook nog een t-shirtje maat L. En Gert-Jan die zei, nou die wil ik wel hebben. Maar ja, ik zei toen al, er zijn vier t-shirtjes. En één gaat waarschijnlijk mijn vrouw maar naar halen. En die heeft ze ingepikt, Gert-Jan. Ja, het is wat het is. Maar jullie gaan dus voor kop en schotel, deze drie mensen. Ja, het verbaasde me nog dat er meer mensen kop en schoteltje wilden dan zo'n t-shirt. Maar goed, ieder zijn eigen voorkeur. Hier komt hij aan. Oh, ja, start. Het is Lucky Luke.
Ik weet niet hoe jij op zo'n paard zo'n kop en schoteltje wilt gaan drinken. En de koffie uit de kopje maar vooruit. Je moet het maar zelf uitzoeken. Nou, voor iedereen geldt van harte gefeliciteerd. Nou, niet voor iedereen. Anderen, oh, en de volgende keer toch weer beter. Hè? En voor nu, let goed op je portfolio mensen. En tot de volgende keer. Oh ja, en het is natuurlijk, had ik het in het begin al verteld. De eerste versie wel, maar daarna ben ik een keer opnieuw begonnen. Ik weet niet meer zeker. Ik ben er natuurlijk niet echt bij de komende dagen. Want carnaval, volgens mij heb ik het wel verteld trouwens. Ik zie jullie weer na de carnaval mensen. Het gaat jullie goed. Let goed op je portfolio. Tot de volgende keer. Doei!